Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij alweer het derde symposium, wat door experts uit het Erasmus MC georganiseerd wordt rondom het thema tumoren van de urinewegen. En vandaag gaan we het hebben over prostaatkanker. Nu eens een keer niet over de keuze, moeilijkheid tussen verschillende therapieën als je aan het begin staat van de zorg rondom prostaatkanker. En misschien ook niet zozeer om de complexe medicinale zorg aan het in het stadium waarbij er metastasen zijn. Maar we gaan het hebben over bijwerkingen die op kunnen treden ten gevolge van therapieën. En in dit geval ook met name de radiotherapie en de radicale prostatectomie. We hebben daarvoor een panel van experts aan tafel zitten, of ik moet bijna zeggen bijna aan tafel zitten. En die zal ik zo aan u voorstellen. En ook gaan we het hebben over genetische testen. Wat is de zin daarvan? Wanneer gebeurt dat? Wanneer is het nodig? Wat voor consequenties heeft dat voor u? Goed. Aan mijn rechterhand zit collega Bertolt Blok. Bertolt is functioneel uroloog en dat heeft zoveel te maken als met alles wat de functie van de urinewegen beïnvloedt. Dus hij houdt zich bezig met name met incontinentie. En links van mij zit Debbie Robrecht. Zij is internist-oncoloog. Hallo Debbie. En zij gaat ons vertellen over het nut van de genetische testen. En zo direct zal nog binnenkomen dokter Willem Boelaert. Hij is androloog, seksuoloog. Hij heeft het dan natuurlijk over impotentie, seksuele problematiek na behandelingen. We gaan beginnen eigenlijk met een filmpje. En die film is gemaakt door collega Blok, Bertel. Wat is het voor film? Wat gaan we zien? Meneer Mostert. Gaan we zijn verhaal beluisteren, wat hij heeft meegemaakt en in een kort tijdsbestek. En welke behandelingen hij heeft gehad voor bijvoorbeeld urineverlies. Mooi. Dus we gaan zo direct starten met die film. Hartelijk dank dat meneer Mostert hieraan heeft willen meewerken. Let er eventjes op u als luisteraar en als kijker. U kunt uw vragen inbrengen via de chat. U heeft een chatadres daarvoor gekregen. En wij pikken ze op, zo niet tijdens deze uitzending, dan wel daarna. Nu eerst van start met de film van meneer Mostert. Goedemorgen, mijn naam is Gerard Mostert. Ik ben 73 jaar oud en ik wil het graag over urine-incontinentie hebben. Allereerst een begin, hoe het allemaal is ontstaan. In 2010 heb ik een jaarlijkse bloedonderzoek, die ik ieder jaar doe, bleek dat mijn prostaat, dus mijn PSA-waarde, te hoog was. Dan werd ik daarna door de huisarts doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daar bleek dus na veel onderzoeken met stukjes weefsel weggehaald uit de prostaat. En achteraf bleek dus dat ik naar veel onderzoek dat ik een prostaatkanker had. En toen begon alle ellende waar ik mee begon. Er was een voorstel die de arts deed. Bijvoorbeeld of mijn hele prostaat verwijderen of bestraling. Nou, ik kon niet een goede beeld voor mij krijgen. Dus ik dacht, nou, laat alles maar weghalen. Weet ik zeker dat het goed zit. Nou, dat is helaas, dat is dan ook gebeurd. En dat is mij goed bevallen. Ik had er ook na die operatie helemaal geen pijn, geen last, maar ik was wel incontinent en impotent. En dat is nogal een behoorlijke ingreep die je mensen kan meemaken. De operatie is vlekkeloos verlopen. Ik had er ook helemaal geen pijn mee. Ik had er last van, helemaal niet. Het enige was dat ik incontinent was. En hoe ga je nou om met incontinentie? Nou, dan kan je dus, heb je diverse middelen voor, zoals inleggers en andere middelen. Maar ja, wat is nou de juiste keuze? Dat is moeilijk om dat te vinden. Dan ben ik gaan raadplegen bij diverse assistenten om te kijken wat nou voor mij het beste was. Nou, dat kwam uit van inleggers. Nou, dat is hartstikke fijn, maar het heeft helemaal geen zin. Want ja, als je helemaal vol raakt en je gaat zitten, dan heb je lekkage. Nou, dat is ook niet prettig, want je hebt altijd middelen bij je, waar je heen gaat, je hebt altijd spullen nodig om het probleem op te lossen.
Ja, en toen ben ik verder op het internet gaan zoeken wat de vermiddelen er nog meer zijn. Nou, dan kwam ik allerlei dingen tegen en dat vond ik allemaal niet prettig. En toen had een arts mij voorgesteld om een mailsling te plaatsen. Dat zou best een oplossing zijn. Nou, dat is dan ook gebeurd. Dat is prima, prima gegaan, die operatie. Alleen, ik had ontzettend veel pijn aan. Continu had ik ontstekingen en weer heen en weer ontsteking. En op een gegeven moment is dat ding er maar uitgehaald, want dat was niet uit te halen. Zo pijnlijk was dat. Daarna heb ik weer natuurlijk geen incontinentie gehad, weer materialen gebruikt. Ja, dat was niet wat ik wil. Ben verder gaan zoeken en toen kwam ik uit op een containcontainer. Dat was een perfecte oplossing en dat ging ook prima. Ik kon er goed mee leven, ik kon er alles mee doen. Ik hoefde niet met materialen mee te sjouwen, het ging prima. Ik had een zak waar je het kon lederen. Nou, wat wil je nog meer? Gaat hartstikke goed. Ja, en maar ja, op een gegeven moment kreeg ik toch weer last van de ontstekingen. En toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik uit bij het Erasmus MC. En toen ben ik verder gaan zoeken ook op het internet van wat zou maar een oplossing zijn. En toen kwam ik uit op een ballonnetje. Dus toen heb ik dat teruggevonden op het internet. En met de betreffende arts heb ik dat besproken. En het leek me dan een goed plan om dat te gaan doen. Hij is geplaatst en nou, ik was tevreden, zeer tevreden. Ik kon er goed mee overweg. Ik had nergens last meer van. Ik had geen incontinentie meer. En alleen ja, ik moest het regelmatig even het pompje loslaten. Dan kon ik weer urine kwijt. Nou, hartstikke fijn. Maar na een jaar had ik daar toch weer problemen mee. Want had ik erosie gekregen. En dat moest dat ook weer vervelend. Moest dat ook weer verwijderd worden. Pomp. Dan was ik weer incontinent. Nou, gaan we weer. Weer voor hetzelfde liedje. Alle materiaal weer bij elkaar zoeken. Maar ja, dan ben ik toch weer op de containerpatenten verder gegaan. En dat ging prima. En dat was ook afgesproken nadat hij verwijderd was om het nog een keertje te proberen. Nou, dat is helaas dan ook weer gebeurd. En dat ging, dat is op 4 juli is dat ook gebeurd. En dit jaar. En dat is perfect verlopen. Ik had alleen na die operatie veel last van pijn. En dat is allemaal opgelost met medicatie. En ja, het ging prima. Ja, we moeten het vergeten. Helaas moet ik constateren ja, dat ik je toch nog af en toe nog wat pijn van hebt. Maar dat kan ik mee leven. Ik ben droog. Ik hoef nergens meer aan te denken. En ik hoef alleen maar een pompje te drukken die in een balzak zit. En dat knopje drukken. En dan kan ik vanzelf mijn lederen. Zijn er nog vragen? Zijn er nog dingen die achteraf wat beter hadden kunnen gebeuren? Waarvan je denkt, nou, dat misschien had nagelaten kunnen worden of qua voorlichting dat je kan vinden op internet. Ja, voorlichting is zeer belangrijk, want ik heb natuurlijk veel op internet gezocht wat de oplossingen zijn om incontinentie op te lossen. En daar zijn er vele middelen voor, maar dit kwam voor mij als de beste uit. Dat, ik zeg altijd maar dat ballonnetje. Oké, nou. Hartelijk dank voor uw relaas, meneer Mostert. Ik hoop dat de mensen daar wat aan hebben. Ik hoop het. Ja, u hebt het allemaal gezien en gehoord. Hè? Meneer Mostert had een groot probleem. En er is niet altijd meteen een oplossing voor. En soms is de oplossing van het probleem ook nog wel eens complex. En lukt het niet de eerste keer. Zoeken, dat is een van de kleinere problemen. De grotere problemen zijn natuurlijk de sociale problematiek die er optreedt, hè, als het maar niet lukken wil met de oplossing. We gaan van dokter Bertel Blok horen hoe hij de zaken aanpakt, hoe de complexiteit misschien een beetje verminderd kan worden. En we zijn heel erg dankbaar dat meneer Mostert samen met ons dit verhaal heeft kunnen vertellen, om u te laten zien wat er voor oplossingen voorradig zijn. Dokter Bertel Blok.
Dankjewel, Chris. En als ik de eerste dia mag van mijn presentatie. Ik heb eerst voor gekozen dat als mensen komen na een prostaatoperatie met of zonder bestraling. Wat voor vragen hebben ze dan meestal? Nou, ik heb de top 5 vragen hier opgeschreven. Wat is er misgegaan, vragen ze vaak tijdens de operatie. Vaak komen de mensen met hun partner ook. En waarom is het me nooit verteld dat ik incontinent kon worden? Komt het ooit goed, dokter? Waar moest ik zelf de informatie over behandeling zoeken op internet? En hele belangrijke vraag ook in deze tijd van corona. Wanneer kan ik geopereerd worden? En ik probeer zo goed als het kan altijd deze vragen te beantwoorden. Vaak is er niet één oorzaak aan te wijzen. Als je kijkt naar, komt het ooit goed, dokter? Meestal zeg ik, is een goede oplossing beschikbaar. Dat je helemaal droog wordt. Dat is misschien niet helemaal mogelijk. Maar zeker 90% verbetering moet toch haalbaar zijn. Mag ik de volgende dia? Oh, sorry. Wat ik vraag aan de mensen is, ik ben vooral geïnteresseerd in de urineincontinentie. Dat kan door verschillende manieren gebeuren. Of een kapotte sluitspier. Of dat de blaas uit zichzelf te veel knijpt. Dus mijn vragen die zijn daarop gericht om erachter te komen, wat is er aan de hand? En op die manier kan ik ook makkelijker een oplossing geven. Dus mijn vragen gaan over, verliest u vooral bij hoestenise persen of lichamelijke inspanning? Dan praten we over inspannings- of stressincontinentie. Verliest u vooral urine bij aandrang of niet op tijd het toilet halen? Of loopt het gewoon weg? Dan is het vooral aandrangs- of urgingcontinentie. Ik vraag ook, hoe vaak gaat u in de nacht uit om te plassen? En hoeveel inleggers gebruikt u daarbij? Als je bijvoorbeeld 's nachts er niet uitgaat en je bent helemaal droog, is dat erg suggestief voor inspanningsincontinentie. Als je daarentegen er 4-5 keer uitgaat en je hebt nog een paar inleggers nodig, dat is suggestief in ieder geval ook voor aandrangsincontinentie. En ik vraag ook van, hoe vaak gaat u overdag plassen? Hoeveel inleggers gebruikt u? Als je bij activiteit meer inleggers moet gebruiken, dat is natuurlijk suggestief voor een kapotte sluitspier of inspanningsincontinentie. Als je kijkt naar getalletjes van hoe vaak mensen urine verliezen na een prostatenoperatie, nou, vooral inspanningsincontinentie, schade aan de sluitspier, komt na 1 jaar in 10-15% voor na een operatie wegens prostaatkanker. En dat kan je eigenlijk niet meer met fysiotherapie oplossen. 1% komt het voor als je een operatie aan de prostaat krijgt wegens een goedaardige vergroting. Soms is er ook aandrangsincontinentie, overactieve blaas noemen we dat ook wel. En vaak bestond die overactieve blaas al voor de prostaatoperatie. Heeft die prostaatoperatie zelf geen invloed op. Als je kijkt naar de behandeling van verlies bij inspanning of stressincontinentie, dan is het conservatief, krijgt iedereen fysiotherapie. Na de operatie, dat is afgesproken met zorgverzekeraars, vaak 12 maanden. Ik vraag me wel eens af of als iemand na 4 maanden nog steeds straalincontinent is, of dan die fysiotherapie dan nog wel zin heeft. En moet je dan nog wel 8 maanden die fysiotherapie door gaan geven? Nou, u hoort het misschien al aan mijn stem. Ik denk het niet. Er zijn hulpmiddelen, vergeet dat niet. Sommige zijn heel effectief. Luiers natuurlijk, dat is om het symptoom weg te halen. Een penisklem. Als je penisklem invult op internet, je googelt ernaar, dan komt er een enorme hoeveelheid komt naar voren. Maar er is geen enkele penisklem die heel erg effectief is. Als je te strak zit, doet het pijn. Ja, als het te slap is, dan verlies je natuurlijk nog steeds urine. Condoomkatheter, dat is vaak een mogelijkheid die over het hoofd wordt gezien. Meneer Mosterts vertelde dat al, dat hij daar heel erg blij mee was voor die oplossing van een condoomkatheter. Dat is op korte termijn heel comfortabel, vaak comfortabeler dan bijvoorbeeld een luier waar je door kan lekken. Op lange termijn willen de meeste mensen geen condoomkatheter. Je kan ook een katheter in de blaas spuiten of verplaatsen, maar dat vinden we eigenlijk niet een hele goede oplossing, omdat het allemaal complicaties kan geven. Nou, dan heb je
conservatief gehad. En dan ga je naar een chirurgische oplossing. De eerste twee van deze mogelijkheden die daar aangegeven staan, doen wij in het Erasmus MC. Dus dat zijn de aanpasbare PROACT-ballonnen. Die kan je alleen geven bij mensen die niet bestraald zijn. En de kunstsluitspier, die geef je zowel bij mensen die bestraald zijn als bij mensen die niet bestraald zijn. Dan kan je drie andere mogelijkheden geven, zoals de male sling, injectable in de plasbuis, zodat dat de doorgankelijkheid minder wordt, of een stoma aanleggen. Maar die laatste drie zijn niet nodig of niet effectief genoeg in mijn ogen. En ik kom goed uit met die PROACT-ballonnen en de kunstsluitspier. Daarmee kan ik eigenlijk 95% van de mensen die met het probleem komen van verlies bij inspanning goed behandelen. Als je kijkt naar die ballonnetjes, hier is een plaatje getekend. Het ballonnetje wordt net onder het schaambeen inwendig geplaatst met een ventieltje in de balzak, waarmee je het kan bijvullen totdat je droog bent en goed kan uitplassen. Dus je hoeft voor de rest geen handeling te geven om de ballonnen te bedienen. Nou, er wordt ter hoogte van de sluitspier geplaatst. Het is dus een aanpasbare compressie. U ziet rechtsbovenin het plaatje. Het sneetje is een paar millimeter, wordt met één hechting wordt dat gehecht. Dat is alles aan de chirurgie wat je van buiten kan zien. In mijn handen en mijn collega's handen, we doen met z'n tweeën die operatie, is het de operatie van ongeveer 20 minuten. Gebeurt in dagbehandeling en je hoeft niks te bedienen en je kan het niet geven na een bestraling en je moet realiseren dat ballonnetje kan kapot gaan, waardoor je regelmatig moet terugkomen. Dat gebeurt soms. En je moet ook terugkomen voor ballonvullingen. Dat is een beetje een nadeel als je van ver komt. En je moet gemiddeld krijgen mensen 3 bijvullingen. Dan zijn ze in feite vrijwel droog. Maar als je keer 6 bijvullingen moet krijgen, moet je toch wel een flinke afstand afleggen. Dan heb je de kunstsluitspier. Dan heb je een ringetje rondom de plasbuis. Een pomp in de balzak en een reservoir onder druk in de buik. Tot 90 jaar na 5 jaar effectief. Soms heb je revisies door mechanisch falen en vooral doordat de ronde ring door de plasbuis heen komt. Dit is vooral bij bestraling en van de mensen die ik behandel. Wij doen ongeveer 25 tot 30 per jaar van die kunstsluitspier. Ongeveer 60 tot 70 van die PROACT-ballonnen per jaar. 90% van de mensen bij wie ik de kunstsluitspier plaats zijn bestraald. Dus 10% hebben eerst PROACT gekregen, falen daarbij en krijgen daarna de kunstsluitspier. Dus als je niet bestraald bent en je hebt incontinentie bij inspanning, krijg je bij mij meestal de PROACT. Voor die kunstsluitspier heb je een goede handfunctie nodig. En je kan het niet goed gebruiken als mensen dat die pompbediening niet begrijpen. Je moet realiseren, je moet een snee in de buik maken, onder in de buik en een snee aan de onderkant. Het is wat kostbaarder en je moet elke keer knijpen in je balzak. Je wordt er elke keer aan herinnerd dat je dit probleem hebt. En je moet ook weer 2 sneeën maken aan de onderkant en in de buik als er een probleem is of het werkt niet meer en je moet het verwijderen. Dan iets wat ik niet meer gebruik, vroeger wel gebruikt, maar dat zal je elders nog wel eens kunnen horen. De male sling, dat is niet aanpasbaar, een synthetisch matje. Dat kan je eigenlijk alleen maar bij milde matige incontinentie gebruiken. Effectiviteit is ongeveer 65% bij deze groep dan met matige incontinentie. En binnen 3 jaar is het minder effectief. Het is relatief invasief. Je moet ook daarvoor een snee maken. En je moet het niet geven bij meer dan 70% gram verlies. En niet na een bestraling geven. Als je er pijn bij krijgt, net als bij de vrouwelijke matjes, dan kan je het niet meer compleet weghalen. Dat moet je realiseren. Soms heb je er bovenop aandrangsincontinentie. En typisch daarvoor, dat zei ik al, 's nachts er vaak uit om te plassen. Ook urineverlies in bed en op weg naar het toilet. Vaak is een klacht, de urine loopt gewoon weg. En combinatie van verlies bij inspanning en aandrang
is een typische klacht van dat je de hele blaasinhoud verliest bij opstaan. Behandeling daarvoor, ja, conservatief, wat minder vocht drinken kan je doen, minder prikkelende dranken, fysiotherapie. Je kan een pilletje geven die vaak bijwerkingen hebben, zoals droge mond en obstipatie. Als het na 3 maanden, als je medicatie hebt gegeven en het werkt niet, wat wij daarvoor vaak geven is een blaasstimulator of sacrale neuromodulatie of botulinetoxine A injecties. Zelf geef ik in ons ziekenhuis geen enkelstimulatie, omdat je daarmee dwingt mensen achter elkaar wekelijks of 2 wekelijks terug te komen. Ik wil juist dat de mensen uit het ziekenhuis blijven en dat ze goed behandeld worden. En daarom kiezen de meeste mensen voor die blaasstimulator, die tegenwoordig meer dan 15 jaar mee kan. Wat we vrijwel niet meer doen voor aandrangsincontinentie is vergroting met een stuk darm van de blaas of een urostoma. Dus in concluderend, vergeet niet, een condoomkatheter kan voor sommigen een hele goede optie zijn. Bij stressincontinentie is minimaal invasief, zoals de ballonplaatsing met ProAct, een hele goede optie. Grotere ingrepen zoals een kunstsluitspier zijn veel minder nodig. De kunstsluitspier is enige optie na combinatie van prostaatoperatie en bestraling. En pillen tegen aandrangsincontinentie worden vanwege de bijwerkingen niet trouw gebruikt en werken ook niet optimaal. Een blaasstimulator en botulinetoxine A zijn een heel goed alternatief. En dan geef ik het woord weer terug aan Chris Bangma. Dankjewel. Ja, dankjewel, Bertel. Een heel mooi, fraai verhaal en een goed overzicht over wat er kan gebeuren en gedaan worden bij incontinentie. Het is wel duidelijk, hè, dat de mensen van heinde ver komen om een bepaalde chirurgische therapie te ondergaan die in de handen is gelegd van een beperkt aantal urologen in dit geval, om de kwaliteit van die ingreep zo hoog mogelijk te maken. Bertel, kun je er iets over zeggen over hoe lang jij ervaart dat mensen aan blijven modderen voordat ze uiteindelijk in samenspraak met de experts tot een definitieve en goede oplossing komen? Ja, ik moet zeggen, ten opzichte van 15 jaar geleden, toen ik hier kwam werken, gaat het tegenwoordig veel beter. En dat komt ook door de centralisatie van de prostaatoperaties. Zoals we hier hebben in Rotterdam, in de Anser-kliniek, maar ook elders worden bepaalde normen gesteld waar mensen dus een bepaald volume van prostaatoperaties moeten hebben. En nu is dat volume geloof ik op 50 en het wordt misschien binnenkort naar 100 opgeschroefd. En daarmee de mensen die de operaties uitvoeren hebben veel meer kennis ook van behandeling van de complicaties. En daarmee krijg ik vaker mensen verwezen. Maar nog steeds zie ik heel vaak, ik schat zo'n 40% van de mensen die toch al 5 of 10 jaar of 15 jaar met dit probleem rondlopen. En dat is toch wel heel erg schrijnend, vind ik. Dat is helemaal nergens voor nodig. Vanuit die grotere centra, daar krijg ik steeds meer, bijvoorbeeld vanuit de Anser-kliniek hier in Rotterdam of vanuit Delft, krijg ik regelmatig mensen verwezen vrij snel nadat de incontinentie is opgetreden na de prostaatoperatie. Dus het gaat een stuk beter dan 15 jaar geleden. Maar er is nog heel veel te halen. En ook qua informatie die de mensen krijgen daar waar ze geopereerd zijn. Ja, wat raad je aan? Moeten de mensen die informatie bij hun dokters, bij hun behandelteam halen? Of moeten ze op het internet gaan zoeken? Ik denk zelf dat een combinatie daarvan goed is. Als ze niet direct bij een behandelend arts of een huisarts antwoord krijgen op de vraag, dokter, hoe kan ik het beste behandeld worden? En je merkt al snel of je een goede behandeling krijgt, omdat je als je in over een half jaar nog steeds met hetzelfde probleem zit, ja, dan is er blijkbaar niks gebeurd. En ongeveer 60% van de mensen die bij mij komen hebben zelf op internet gezocht en een hulpverlener, ofwel in het ziekenhuis, ofwel de huisarts gezegd, ik wil naar Erasmus MC, ik wil naar dokter Blok om daar geopereerd te worden. Dat is ontzettend veel, 60%. Slechts 40% van die mensen die horen het van een hulpverlener van, joh, ga naar Rotterdam, daar geven ze een oplossing. Ja, helder. Goed, we gaan naar de andere problematiek rondom de primaire behandeling van prostaatcarcinoom. En dat is de problematiek rondom de erectiefunctie.
En daarvoor hebben we een andere expert hier uit het Erasmus. Dat is uroloog, androloog, seksoloog. Ja, hij is het allemaal. Drie functies in één, dokter Willem Boelaert. Willem, hartelijk welkom. En we zijn hier om te kijken naar jouw presentatie rondom dit belangrijke onderwerp. En daarna gaan we natuurlijk even van start met vragen. Zend uw vragen ook over de chat. Willem. Ja, dankjewel. Misschien kan de presentatie. Moet ik iets doen? Ah, daar zijn we. Ik wou wat meer duidelijkheid geven over problemen die optreden na een radicale prostatectomie. Dat wordt afgekort als RALP, dus dan wordt het met de robot gedaan. En dan ziet u op dat linkerplaatje dat er met allerlei kijkers in de buik wordt geopereerd. En vervolgens wordt er heel precies rondom de prostaat, tussen de blaas en de plasbuis verwijderd. Het vervelende is dat daar ook zenuwen zitten. En daar gaan we het eventjes over hebben. En vervolgens ga ik niet alleen de erectieklachten met u bespreken, maar ook andere problemen die er kunnen zijn. Dus eigenlijk de seksualiteit die voor en na zo'n behandeling een rol spelen. Eigenlijk is het belangrijk om je af te vragen hoe goed is of was mijn erectie voor de operatie. De gemiddelde leeftijd van mannen die worden geopereerd aan de prostaat is ongeveer 65 jaar. Als je nou kijkt naar dat staatje aan de rechterkant, dan zie je dat het sowieso vaak voorkomt bij mannen van ongeveer 65 jaar dat de erectie minder goed is. Dus los van een prostaatoperatie is dat een probleem. En vaak wordt dat veroorzaakt doordat de bloedvaten minder goed zijn of op de een of andere manier verslechterd zijn door medicijnen of door andere ziektes. En het kan dus zo zijn dat de operatie aan de prostaat daar dan weer een schepje bovenop doet. Doordat de zenuw wordt aangetast tijdens die operatie, kan het zo zijn dat er erectieklachten komen. Om te begrijpen wat nou eigenlijk de rol van de erectie binnen de seksualiteit is, is het goed om te begrijpen dat er een begin en een eind is aan wat we dan noemen de seksuele responscyclus. Dus we gaan nu eigenlijk seks minder romantisch bekijken, maar meer eventjes heel feitelijk. Meestal is het zo dat er eerst een periode is van seksueel verlangen. En dat speelt zich meer in het hoofd af. En dan vervolgens komt er opwinding en dat voelt man of vrouw, in dit geval hebben we het dan over mannen, die voelt dan een bepaalde mate van opwinding. En als het goed is, volgt daar dan een reactie op van het lichaam door middel van een erectie. En als die erectie goed genoeg is, dan kan het ook zo zijn dat die opwinding verder gaat en dat er uiteindelijk een orgasme plaatsvindt. Nou, als u die dingen eventjes in het achterhoofd houdt, dan gaan we nu door naar de volgende dia. Mijn hoofd kan beter weg dan. Dat stippellijntje, dat staat rondom de prostaat en de zaadblaasjes. Dus dat is precies het gebied waar er geopereerd wordt. Het vervelende is dat in dat gebied ook de zenuwen lopen die naar de penis gaan. En die zenuwen die komen eigenlijk vanuit het kleine bekken en die worden aangestuurd door het hoofd. Dus er komt een signaal, bijvoorbeeld door stimulatie van de penis of door een gedachte. En via het hoofd gaat dat dan naar beneden naar de zenuwen en dan wordt er een stof vrijgemaakt in de penis. Dus via de zenuwen wordt die stof daar losgelaten. En die stof die zegt alle vaten moeten open. En doordat alle vaten open gaan, zwelt de penis en wordt die uiteindelijk stijf. Als die zenuwen aangedaan zijn, dan zal dat signaal niet doorkomen. Dus dan zal de erectie niet volgen, ook al heeft iemand wel zin en is wel opgewonden. Betekent niet dat er geen orgasme kan plaatsvinden. En in het verloop van het verhaal wordt ook duidelijk waarom dat belangrijk is om je dat te realiseren. Dus dit is in een normale situatie. Nou, als iemand
een prostaatkanker heeft en er wordt besloten dat dat het beste kan worden geopereerd, zodat iemand genezen is van die prostaatkanker, dan gaat dat meestal met een zogenaamde robot-assisted laparoscopic prostatectomy, een RALP. En dan zie je op het plaatje links, zie je de blaas, er staat een pijl, het grote rondje is dan de blaas, en dan zie je helemaal aan de linkerkant zie je de plasbuis en daartussen zit de prostaat. En daar zie je ook gele strengetjes naartoe lopen en dat is de zenuw. Nou, als je heel goed kan opereren, dan kan je dus die prostaat ertussen uithalen, de blaas aan de plasbuis verbinden zonder dat je die zenuwen beschadigt. Maar zelfs als je heel goed kan opereren, zal er toch altijd enige schade optreden. En hier zie je het nog een keer. Je moet dus, waar die rode pijlen zijn, daar moet je eigenlijk de prostaat ertussen uitwurmen. Dus je moet heel precies opereren, dat kan met de robot. Maar soms is het toch zo dat de zenuwen beschadigd worden. En zeker als de erectie voor de operatie al niet zo goed was, dan kan dat na de operatie slechter worden. Nou, nu wou ik het eigenlijk ietsje breder bekijken, want er kan eigenlijk van alles veranderen op seksueel gebied als er geopereerd is. En het is in ieder geval zo dat na de operatie een van de grote problemen is dat er erectieklachten kunnen optreden. Maar als je wel opgewonden bent en je krijgt geen reactie middels een erectie, dan kan het zo zijn dat je denkt, ja, de volgende keer heb ik er eigenlijk ook helemaal geen zin in om dat te proberen, want er gebeurt toch niks. Dus het effect van zo'n operatie kan indirect zijn dat ook de zin in seks minder wordt. Of dat iemand de seks uit de weg gaat, omdat hij denkt, ja, ik doe moeite en dat komt toch geen erectie. Dus dan kan het dus zo zijn dat iemand wel seksueel opgewonden is, maar toch een slappe penis houdt. Een ander probleem wat op kan treden, seksueel probleem, is dat er, of dat treedt eigenlijk altijd op, als je dus die prostaat verwijdert, dan verwijder je ook de zaadblaasjes, dat het orgasme wel aanwezig is, maar dat er geen zaadlozing volgt. Dus er is eigenlijk een droog orgasme. En de technische kreet daarvoor is aspermie, dus er komt niks uit. Ook kan het zo zijn dat bij het orgasme de sluisspier minder goed afsluit en dat er tijdens de seks dan urineverlies is op het moment van het orgasme. Het kan heel verwarrend werken, want dan denkt iemand, ja, ik heb toch te horen gekregen dat ik geen zaadlozing zou hebben na de operatie en dan komt er toch wat uit bij het orgasme. Nou, dat is dan eigenlijk urine. Ook kan het zo zijn dat iemand veel minder makkelijk de opwinding op kan voeren als er geen erectie is en dat hij uiteindelijk niet een orgasme kan bereiken, dus niet klaar kan komen. Of het orgasmegevoel kan veranderd zijn. Als laatste kan het zo zijn dat omdat er een stuk tussen de blaas en de plasbuis uit is gehaald, namelijk die prostaat, hè, waar die stippellijntjes staan, dat de penis ietsje meer naar binnen trekt en dat die eigenlijk lijkt korter te zijn geworden. Dus er steekt of hangt minder buiten. Dus dan is het idee dat de penis korter is geworden, terwijl er is niks van afgehaald, maar toch bestaat dan die indruk. Dus dit zijn eigenlijk de klachten die er kunnen optreden na zo'n prostaatoperatie. Dus het is niet alleen maar erectieklachten die, waarmee mensen kunnen komen na een operatie. Nou, toch kan er nog wel een heleboel op seksueel gebied. Als we seks ietsje ruimer zien dan alleen maar de erectie, dan ja, is het van belang om je te realiseren dat er weliswaar dingen zijn veranderd, maar ook dingen nog hetzelfde zijn gebleven. En dat kan zich betrekken op soloseks, dus het masturberen. Dat kan betrekking hebben op de intimiteit met een partner. En het is verder van belang om je te realiseren dat het orgasme wel kan optreden, ook al is er een slappe penis. Nou, is het zo dat de meeste mannen eigenlijk niet helemaal doorhebben dat ze
los van de operatie die ze hebben gehad, ook sinds hun 18e veranderd zijn. Dus ze zijn ouder geworden. En dat is wat ik helemaal in het begin zei. Soms is die erectie al niet zo goed. Of is de seksuele relatie niet zo goed. Waardoor het idee wat in iemands hoofd bestaat, toch niet altijd helemaal aan de waarheid beantwoord. Dus ik denk dat dit dichter bij de situatie komt. Hè. De meeste mannen zijn wat ouder als ze geopereerd zijn. En in die situatie is het ook dat ik mensen zie met problemen. Nou, wat zou je nou kunnen doen om de erectieklachten eventueel te verbeteren? Nou, het eerste zou kunnen zijn dat je een erectiepil voorschrijft. De erectiepil die werkt eigenlijk via de zenuwbaan. En het is dus meestal zo dat die erectiepillen niet zo goed werken als de zenuwbaan is aangetast door de operatie. Dus je kunt het wel proberen, maar je moet daar ook weer niet al te hoge verwachtingen van hebben. Nou, een van de voorbeelden van de erectiepil is bijvoorbeeld Viagra, maar er zijn meerdere andere merken die ongeveer allemaal hetzelfde werken. Maar dat is dus een eerste stap die zou kunnen worden toegepast voor wat betreft de erectie. Een andere behandeling voor erectieklachten na een operatie zou kunnen zijn dat je een zogenaamde vacuümpomp probeert. Nou, daar zie je dat afgebeeld. En dit is een plaatje van hoe dat wordt toegepast. Dus die koker die wordt eigenlijk over de penis heen geplaatst door de man. En dan wordt er een vacuüm getrokken, waardoor al het bloed naar de penis stroomt. En als dat eenmaal zo is, dan wil je dat bloed daar ook in vangen. En dat doe je door een elastiek of een kokring, verschillende namen, een strak elastiek aan de basis van de penis te plaatsen, zodat het bloed er ook in blijft, zodat de erectie stand houdt. Een andere manier om een erectie te veroorzaken, als dat niet vanzelf gaat na die operatie, is de stof die normaal door die zenuw in de penis wordt uitgescheiden, om die met een dun naaldje te prikken. En dat heet dan zelfinjectie met androscat. En dat ziet er heel eng uit. Het gekke is dat de meeste mannen dat goed zelf kunnen leren. En als ze dat in hun seksuele repertoire kunnen passen, dan is dat ook heel behulpzaam voor uitbreiden van het seksuele repertoire. De laatste optie die je zou kunnen toepassen voor het verkrijgen van een erectie, als dat niet meer vanzelf gaat na een operatie, is het implanteren van een erectieprothese. Dat is wel veel verdergaand. Je opereert dan aan de basis van de penis en dan worden er twee plastic buisjes in de zwellichaam geschoven en een pompje in de balzak waarin kan worden geknepen om die buisjes vol te laten stromen met vocht. En daardoor richten die zich op. Dat is een zogenaamde driedelige erectieprothese. Je hebt ook een tweedelige erectieprothese. Dat is eigenlijk een buigbare erectieprothese waarbij er dus niet een pompje in zit. Ik wil meteen even toelichten wat die erectieprothese, dat ziet er heel mooi uit, maar dat heeft natuurlijk ook bepaalde beperkingen. Het is zo dat je eigenlijk alleen maar een zwelling kan krijgen in de zwellichamen die zorgen dat de penis gaat staan. Maar je kunt niet zorgen dat de eikel volstroomt met bloed. Dus je hebt nog steeds een slappe eikel die op die twee harde buisjes zit. Dus dat kan soms weer een verandering, in ieder geval kan dat toch klachten geven bij de seksualiteit. Dit zijn alle mogelijke oplossingen. Wat ik denk dat heel belangrijk is om je te realiseren, is eigenlijk dat de seks niet alleen maar bestaat uit het hebben van een erectie, maar ook het hebben van intimiteit, opwinding en dat het orgasme nog steeds kan, ook al is er een slappe penis. Dus de hulpmiddelen die er zijn, dat
is misschien niet de belangrijkste focus na zo'n operatie. Misschien is het wel veel belangrijker om je af te vragen, ja, wat voel ik eigenlijk en hoe, waar kan ik mijn opwinding vandaan halen? Als je dus geopereerd bent aan de prostaat, dan is de kans, ja, best groot, meer dan 50%, dat er de erectieklachten, dat die optreden. En als er al erectieklachten zijn, is die kans nog veel groter. Dus het is van belang om je af te vragen, ja, voor de operatie, hoe goed was het? Het wordt nooit meer zoals vroeger. Verder is het van belang je af te vragen, wat was eigenlijk het seksuele repertoire voor de operatie? Als dat heel beperkt was en heel erg gericht op die erectie, dan kan dus het verlies van die erectie een enorme rol spelen bij de seksualiteit. Maar als voor de operatie de erectie niet het allerbelangrijkste was, dan is misschien het niet het allerbelangrijkste dat die erectie alle aandacht krijgt. Heel belangrijk is om in ieder geval de intimiteit in stand te houden of te verbeteren als hij toch wat minder goed is. En wat ik al noemde, het orgasme is nog steeds mogelijk, ook al is er een slappe penis. De hulpmiddelen die ik noemde zijn dus een pil, die vaak niet zo goed werkt als er een zenuwschade is. Een prik in de penis, die goed werkt, maar sommige mensen vinden het moeilijk om in het seksuele repertoire in te passen. De vacuümpomp, die werkt op zich goed, maar heeft ook weer zijn beperkingen. En de erectieprothese als laatste operatiemogelijkheid. Waarbij opvalt is dat heel veel mensen wel die zo'n operatie hebben gehad, wel zeggen, nou, hij werkt wel, maar eigenlijk gebruik ik hem niet zo vaak. Dus het is niet zo dat iedereen die erectieklachten heeft na een prostaatoperatie meteen moet denken, ik moet een erectieprothese hebben, want anders heb ik geen seksueel leven meer. Hartelijk dank. Dat was weer een goede les in sex education. U kent het wel, het zeer populaire programma onder jongeren. Maar ik denk dat dat wel een uitbreiding zou kunnen krijgen naar de iets oudere luisteraar. En ze luisteren en kijken. Want er komen vragen binnen. En een van de vragen van een echtpaar wat meeluistert is, kun je verklaren waarom, meneer heeft een operatie gehad, heeft geen erectie meer, maar er is wel intimiteit, er is ook orgasme, dat er bij het orgasme pijnklachten optreden in de bekkenbodem of in de bovenbenen. Is daar een verklaring voor? Want dat is kennelijk iets nieuws. Nou, het plaatje wat ik liet zien met die stippellijn rondom de prostaat, dat is dus het gebied waar de prostaat verwijderd is. En dat is in de bekken. In het bekkengebied. Dus die waar de prostaat zat, die steunt op de bekkenbodem. Dus het wondgebied is ook precies op de bekkenbodem. Dus het zou best zo kunnen zijn dat bij het orgasme alle spieren rondom het wondgebied zich dan aanspannen en dat er dan pijnklachten optreden. Het is niet zo dat iedereen een pijnlijk orgasme heeft na een operatie, maar dit zou mijn verklaring zijn. En wat kun je daar dan aan doen? Is daar een methode voor, een pilletje voor of slijt het? Kun je daar iets over zeggen? Nee, ik zou meneer en mevrouw graag een keer willen zien en dan kijken wanneer het wel en wanneer het niet optreedt. Het aanspannen van de bekkenbodem komt op meerdere momenten voor. Bijvoorbeeld ook bij het ophouden van de ontlasting of het ophouden van de plas. Het kan zo zijn dat er dus op meerdere momenten pijnklachten zijn. En soms is het feit dat je begrijpt dat het optreedt al voldoende om er niet bang voor te zijn en daardoor ook minder pijnklachten te hebben. Mooi, hartelijk dank voor deze expert opinie. En u hoort het al, een expert gesprek kan soms heel nuttig zijn. Vooral als iemand de tijd ervoor kan nemen om met u het probleem te bespreken. We gaan door naar het volgende onderwerp. En u weet het natuurlijk wel, genetisch onderzoek, genetica. Dat staat wel heel erg midden in de nieuwe vormen van geneeskunde. En de vragen die we daarover krijgen bij de behandeling van prostaatcarcinoom is, welk nut heeft dat?
Wat moet ik ermee doen? Moet ik testen op de aanwezigheid van afwijkende genen in mijn repertoire van de cellen, de genetische cellen of in de tumorcellen die ik bij me draag? En wat kunnen we daarmee? Nou, daarvoor hebben we onze specialist internist-oncoloog. Debbie staat achter de microfoon en zij gaat u meenemen in de wereld van de genetica. Dankjewel, Chris. Ik ben geen klinisch geneticus, maar ik ga me toch wagen om in ieder geval u iets te vertellen over inderdaad de genetische testen in prostaatkanker. En dan met name vanuit het perspectief van de internist-oncoloog. En prostaatkanker komt vaak voor in Nederland, zo rond de 13.000 mannen per jaar. En de prognose is gelukkig heel erg goed. Hè. De meeste mensen leven toch na het krijgen van de diagnose nog vele jaren. Maar toch overlijden er zo'n 2.500 tot 3.000 mannen per jaar aan het gevolg van prostaatkanker. En dat ligt aan een aantal zaken. Dat ligt aan het stadium van de ziekte, of er risicofactoren zijn. En dat heeft te maken met de grootte van de tumor bij het begin van de ziekte, maar ook of de ziekte alleen in de prostaat zat of ook daarbuiten. En of er zelfs al afwijkingen zijn in lymfeklieren en of bijvoorbeeld in de botten. Maar het heeft ook te maken met andere factoren die bijvoorbeeld bepalen of je als patiënt fit genoeg bent om een bepaalde behandeling aan te kunnen. Ja, dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de leeftijd, maar ook andere ziektes of aandoeningen. En we weten ook dat prostaatkanker zich op verschillende manieren zich kan gedragen in mannen. En dat heeft te maken met de biologie van de ziekte die verschillend kan zijn. En wat behulpzaam kan zijn bij het leren kennen eigenlijk van die biologie van de prostaatkanker is DNA. En DNA dat zit in onze lichaamscellen, dat zit ook in kankercellen. En dat is als het ware een soort van het kookboek voor een cel om te weten wat de cel moet doen. En dat geldt dus ook voor een kankercel. Groeien, vermenigvuldigen, verspreiden. Op basis van het DNA kan je kenmerken leren kennen van de prostaatkanker. En op basis van die kenmerken kan het zo zijn dat je mensen in groepen kan verdelen. Zodat je iets meer kunt vertellen over wat hebben die kenmerken als gevolg op de prognose. Wat betekent het voor de overleving en het gedrag van de ziekte. Maar je kan op basis van die kenmerken ook kijken of je een bepaalde behandeling in zou kunnen zetten. Dus die kennis vanuit het DNA kan heel waardevol zijn. En dat DNA dat zit dus in de cel. Dat ziet u hier weergegeven en in het DNA zitten heel veel lettertjes. En als het ware als je die achter elkaar zet, dan kun je dat een beetje zien als een soort van een boek wat je kan lezen. En een van de zaken die zich kan afspelen is dat er fouten ontstaan in het DNA tijdens het aflezen en tijdens het vermenigvuldigen van het DNA en het delen van de cellen kunnen er fouten ontstaan. Dat is iets wat eigenlijk bij ons allemaal in al onze cellen dagelijks gebeurt. Want gelukkig is het zo dat het lichaam daar herstelprocessen voor heeft. Herstelmechanismes die fouten weer kan oplossen, waardoor er geen gevolg optreedt. Maar het kan zo zijn dat ook zo'n herstelproces niet goed functioneert. En het niet goed functioneren van zo'n herstelmechanisme, waardoor dus fouten in het DNA, en eigenlijk moet ik zeggen breuken in het DNA, niet goed opgelost raken, dat komt bij ongeveer 1 op de 5, 1 op de 4 mannen met uitgezaaide vorm van prostaatkanker voor, waarbij
we spreken over dat er een castratieongevoelige situatie is. Dus dat betekent door middel van oftewel chemische of chirurgische castratie. Dat herstelmechanisme werkt niet meer goed, waardoor er fouten blijven staan in het DNA. En meestal is dat op basis van een defect in het BRCA2-gen. En dat is een gen wat we vooral kennen vanuit bijvoorbeeld borstkanker, maar blijkt ook een belangrijke rol te spelen in prostaatkanker. En dat kan niet erfelijk zijn, dus dat het ontstaan is in de prostaatkanker. Maar het kan ook erfelijk zijn. En vanuit onderzoeken weten we dat dat bij ongeveer 1 op de 10 of 1 op de 100 tot 2 op de 100 mensen erfelijk is. En dat is belangrijk om te weten voor nabestaanden en broers of zussen bijvoorbeeld. Als er een defect is in het herstelmechanisme, dan kan er een gevoeligheid zijn voor bepaalde medicatie en dat noemen we PARP-remmers. Maar je moet dan wel actief op zoek gaan naar zo'n defect. En we weten tot nu toe eigenlijk het meeste vanuit onderzoek wat gedaan is naar het zoeken van die defecten vanuit de situatie dat er dus al sprake is van uitgezaaide castratieongevoelige prostaatkanker. Maar misschien moeten we wel al eerder op zoek gaan naar die defecten. Wat doet eigenlijk zo'n PARP-remmer? Om eerst hier aan de linkerkant te beginnen, wordt nu geel omcirkeld, ziet u eigenlijk de normale situatie waarin PARP, een enzym, goed zijn werk doet en waarbij het BRCA-gen ook gewoon normaal functioneert en waarbij fouten in het DNA op normale manier hersteld kunnen worden. Dan in het midden ziet u de situatie wanneer het BRCA-gen niet goed functioneert. Dan kunnen er dus fouten blijven ontstaan in het DNA. En als er dan ook een combinatie wordt gegeven van die situatie met het remmen van die PARP-enzymen, dan blijven er dus fouten, oftewel breuken in het DNA bestaan, waardoor kankercellen daar eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren en teloor kunnen gaan. Dus dat kan fataal zijn voor die kankercellen. En dus het geven van zo'n PARP-remmer bovenop het feit dat er eigenlijk al een fout is in het eigen herstelsysteem van DNA-fouten, kan ervoor zorgen dat prostaatkankercellen niet meer goed kunnen groeien en zich niet meer goed kunnen vermenigvuldigen. En dat kan leiden dus tot afname van de kanker. In een van de belangrijke studies, de PROFOUND-studie, is zo'n PARP-remmer onderzocht. En dat was in mannen met dus de situatie van uitgezaaide vorm van prostaatkanker, castratieresistent, die al eerder een antihormonale behandeling hadden gekregen. En dan moet u denken aan enzalutamide of bijvoorbeeld abiraterone. En een deel van de mannen hadden ook al chemotherapie in de vorm van docetaxel gekregen. Nou, die mannen die kregen oftewel olaparib, dat is de PARP-remmer, versus een groep mannen die opnieuw een antihormonale behandeling kregen. Die twee groepen werden met elkaar vergeleken wat betreft de uitkomsten op afname, of eigenlijk op verbetering van de overleving, verbetering in het ontstaan van toename van ziekte op bijvoorbeeld CT-scans of botscans en het uitstel van toename in pijnklachten. De gemiddelde duur van het gebruik van de olaparib was ruim 7 maanden. Dat wil zeggen dat na ongeveer 7 maanden gemiddeld genomen de eerste tekenen ontstonden van toch weer actieve ziekte. Dat wel 1 op de 3 patiënten afname heeft van de ziekte op scans. En nog een iets groter percentage van de mensen heeft ook afname van PSA.
Er is een langere tijd tot het ontstaan van nieuwe pijnklachten bij het gebruik van olaparib versus dus zo'n tweede antihormonale behandeling. En de mannen leefden ook een aantal maanden langer in vergelijking met een nieuwe met opnieuw een tweede antihormonale behandeling wanneer ze olaparib kregen. Het is een oraal medicijn, maar daar moet je je niet in vergissen. Ook orale medicijnen kunnen zeker bijwerkingen hebben. En de belangrijkste bijwerkingen zijn vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, diarree of juist obstipatie en ook bloedarmoede wordt met regelmaat gezien. Het is dus ook zaak dat mannen onder controle blijven bij de specialist om te monitoren hoe het medicament verdragen wordt en of er zo nodig een verandering in de dosis aangepast moet worden of dat er soms tijdelijk een onderbreking moet zijn van de medicatie. Maar belangrijk om in ieder geval dat goed te monitoren tijdens de behandeling. DNA biedt nog veel meer mogelijkheden dan alleen onderzoek naar of je een PARP-remmer zou kunnen inzetten bij mannen met prostaatkanker. We kunnen nog naar veel meer kenmerken op zoek gaan die ons kunnen helpen bij de behandelkeuze, maar bijvoorbeeld ook de volgorde van behandelopties, omdat we nu een aantal verschillende behandelopties hebben voor mannen met uitgezaaide vorm van prostaatkanker. En het DNA ons ook kan helpen in wat de beste volgorde zou kunnen zijn. Dat wilde ik u graag vertellen. Geef ik het woord terug aan Chris. Dag Debbie, hartelijk dank. We kijken dus aan tegen iets heel merkwaardigs. Een borstkankergen dat bij prostaatkanker voorkomt. Maar dat je daar kunt testen en dat er dus medicijnen zijn die in feite ook kunnen helpen om weer wat extra maanden erbij te krijgen. Een heel duidelijk verhaal, Debbie. En er komen ook vragen over binnen. De eerste vraag is, die gesteld wordt is, wanneer moet je nou eigenlijk beginnen met het testen van die afwijking? Zit die er al helemaal vanaf het begin of komt die pas later om de hoek kijken en heeft dat medicijn dan pas zin? Kun je daar iets over vertellen? De meeste gegevens die we tot nu toe hebben, die zijn uit de situatie dat we het testen op het moment dat een man uitgezaaide vorm van prostaatkanker heeft en dus castratieresistente situatie. En dat betekent dus nou, oftewel chirurgische of chemische castratie. En dat laatste is door middel van androgeen deprivatie behandeling in de vorm van de injecties. Wat er wordt gedaan is dat er een biopt wordt genomen, een tumorbiopt. In feite uit een locatie waar een uitzaaiing zit. En in dat tumorbiopt wordt het DNA onderzocht. Omdat we mede wel weten dat deze afwijkingen ook al waarschijnlijk veel vroeger in het ziektestadium gedetecteerd kunnen worden, omdat die afwijkingen eigenlijk al vroeg in het ziektebeloop ontstaan zijn. En het daarnaast niet altijd mogelijk is om een nieuw biopt van een uitzaaiing te nemen, kan technisch zijn, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld oud materiaal wat er al is, eerder verkregen uit de prostaat, om dat alsnog te onderzoeken op DNA-afwijkingen. Dus als ik het goed begrijp, zitten we nog niet in de situatie waarin je kunt zeggen, nou, ik heb een metastase, ik laat die testen en ik begin maar eens met een PARP-remmer en dan later komt die vreselijke hormoontherapie wel. Die situatie hebben we nog niet bereikt. Die situatie is er nog niet. En er wordt uiteraard wel onderzoek gedaan naar de plaatsbepaling van die PARP-remmer ten opzichte van de andere behandelingen die we kunnen bieden. Bijvoorbeeld de chemotherapie, bijvoorbeeld de antihormonale behandeling. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar een combinatie van die medicijnen met elkaar. Wat misschien nog wel een beter effect zou kunnen hebben. Dat weten we nu nog niet, maar dat onderzoek loopt wel. Goed, ja. Dus met de tijd schrijdt ook het inzicht weer voort. En dan kunnen we ook kijken wat deze middelen kunnen doen. Hè. Die bijwerkingen die je had over die middelen,
Zijn die heel ernstig? Zijn die akeliger dan hormoontherapie? Zijn van een andere orde. Dus met name de bijwerkingen terug te leiden op het slijmvlies. Dus verandering van eetlust, maar ook bijvoorbeeld last in de mond, diarree. Dat kunnen wel hinderlijke bijwerkingen zijn. En dat komt bij ongeveer 1 op de 3 tot wel net een iets grotere groep mannen voor die dit middel gebruikt. Is soms reden om de dosering te moeten aanpassen naar een lagere dosis waarin het wel wordt verdragen. Ja. Ja. Laten we even verder doorspreken met elkaar over de medicatie en de medicatievormen die we hebben allemaal. Willem, ik krijg nog steeds mensen op het spreekuur die zeggen van, waarom betaalt de verzekering mijn Viagra niet? Weet jij daar wat van? Nou, ik weet dat het inderdaad niet wordt vergoed. En waarom het niet wordt vergoed, dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat seks toch als een bijzaak wordt gezien door een heleboel mensen. En dat men ook weet dat als je daarvoor aandacht wil, dat het niet zo snel zal zijn dat mensen daar in de openbaarheid treden. Dus ik verwacht geen demonstraties op het Binnenhof omdat men een Viagra eist. Maar er zijn andere landen, bijvoorbeeld in Engeland, waar voor bepaalde ziektebeelden de PDE5-remmers, zoals Viagra, dat die worden vergoed. Dus het antwoord is, ik weet het ook niet waarom dat zo is, maar het is wel zo. Ja. Je had het, zeg maar, we zitten hier echt met experts bij elkaar die vaak in de tweede of derde instantie gevraagd worden over hun expertise. Wanneer moet een patiënt vragen aan zijn behandelaar of aan zijn huisarts om doorverwezen te worden naar een seksoloog of naar een androloog of naar een expertisecentrum? Wanneer moet hij dat gaan doen? Ja, wanneer moet hij dat gaan doen? Ik denk dat als iemand het vervelend vindt dat hij geen erectie heeft. Dus het is niet zo dat iedereen die erectieklachten heeft naar een dokter moet. Dat moet diegene zelf bepalen. Misschien is de eerste stap die goed is voor een patiënt is om alles wat er verandert na een operatie, dat te melden bij een dokter en dan te vragen hoe zit dat eigenlijk? Maar ik kan niet zeggen wanneer iemand iets moet, maar iedereen mag langskomen met vragen over de seksualiteit. En dat gaat eigenlijk niet alleen maar over erectieklachten. En dat gaat eigenlijk ook niet alleen maar over erectieklachten na een prostaatoperatie. Want eigenlijk is het zo dat het merendeel van de mannen die geopereerd worden aan de prostaat misschien al veel eerder hadden kunnen komen, omdat de erectie niet meer zo goed is. Dus Vind je dat de patiënten er actief naar moeten vragen? Zo van aan hun huisarts of aan hun behandelteam. Zo van, zou ik met een seksoloog kunnen gaan praten? Zijn er bepaalde teams voor? Want het ligt een beetje buiten het directe circuit van de ziekenhuizen. Hè? Dus je moet daar misschien wel een hele actieve insteek op hebben als patiënt. Nou, dat punt is denk ik wat je daar noemt is heel belangrijk. Het gekke is dat seksualiteit heel weinig spontaan wordt genoemd. Dus de patiënt zelf, die is wat terughoudend om het te noemen. En waarschijnlijk uit schaamte. Maar misschien ook wel omdat ze zich een soort van plaatsvervangend schamen voor de dokter. Want die denken, ja, als ik dat nu aan de dokter zeg, misschien vindt hij dat gek. En anderzijds zal de dokter denken, ja, als het een probleem is, dan noemt die patiënt het wel. Zolang hij niks zegt, vind ik het wel rustig, want dan hoef ik dit ingewikkelde onderwerp niet te bespreken. Dus iedereen houdt elkaar een beetje in de greep. Ik denk inderdaad dat het erop neerkomt dat alleen maar als een patiënt het vraagt, dat hij dan ook daarvoor aandacht krijgt. Maar het mooiste zou zijn als de dokter het ter sprake brengt, zowel voor als na de operatie aan de prostaat. Maar het gekke is dat het eigenlijk bij allerlei ziektebeelden ter sprake zou kunnen komen, omdat dat allerlei ziektebeelden een effect hebben op de seksualiteit en niet alleen maar prostaatkanker of een prostaatoperatie.
Ja, dus de toegang tot het seksuele advies zou in alle stadia van de ziekte, of het nou uitgezaaid is of direct naar een behandeling of bestraling moeten zijn, zou makkelijker moeten zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen het zich het makkelijkst maakt door gewoon te vragen, hoe is het met de seksualiteit? Dat zou de dokter moeten vragen. En de patiënt kan zeggen, het gaat niet goed met de seksualiteit. En dan kan de dokter vragen, wat? En dan komt dat gesprek op gang en dan is dat voor iedereen weer anders wat het probleem is. Dus het is niet altijd zo dat het grote probleem is het verlies van de erectie. Het kan ook andere dingen zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de partner van de patiënt zich zorgen maakt over iets op het gebied van seksualiteit. Ja, hetzelfde schaamtegevoel wat er is rondom erectieverlies, is er natuurlijk ook rondom urineverlies, Bertel. En ook daar spelen soms weer beknibbelende, bekortende vragen van patiënten een rol van, waarom heb ik zoveel moeite om incontinentiemateriaal te krijgen bij mijn verzekeraar? Waarom mag ik maar 1 pak in de maand gebruiken of zo? Kom je dat nog tegen of wordt dat al beter opgepakt? Ja, dat is ook afhankelijk van welke zorgverzekeraar we het over praten. Sommige zijn veel coulanter daarin. En andere, ja, daar hoor ik af en toe wel pijnlijke discussies van patiënten met een callcentrum die niet helemaal begrijpen wat precies het probleem is. Wat ik zelf altijd doe, is naast het traject wat ik mensen aanbied, ik probeer alle puzzelstukjes, ook wat incontinentie betreft, maar ook wat seksualiteit betreft, ook wat ontlasting betreft, bij elkaar te passen. Maar ik stuur de mensen vaak ook naar onze continentieverpleegkundigen. We hebben er hier van 4 rondlopen, die ook op maat advies kunnen geven over wat er allemaal te koop is op het gebied van incontinentiemateriaal. En soms hebben mensen gebruiken incontinentiemateriaal voorgeschreven door de zorgverzekeraar, die in feite niet goed past. Lekkage geeft er doorheen, vaak een natte broek. En daar is ook een redelijke ontwikkeling in het soort incontinentiemateriaal. En er valt nog een hoop te halen wat dat betreft. Dus laat je goed informeren over de vormen van incontinentiemateriaal. En neem niet genoegen met de opmerking, ja, je gebruikt er te veel. Koop de rest maar zelf of zoek het zelf maar uit. Ja, wat was de laatste keer dat jij een patiënt naar Willem hebt verwezen? Dat doe ik nog wel regelmatig. Maar ik zie natuurlijk heel vaak ook mensen met gecombineerd probleem. Ik vraag het aan elke patiënt die bij mij in de wachtkamer komt. En ook op onze indicatiebesprekingen geeft Willem vaak input van hoe je het beste kan vragen naar die seksualiteit. Zoals we hebben gezien, is het niet alleen maar de erectie. Er zijn nog andere aspecten die belangrijk zijn. Wat mensen vaak aangeven is, als ze een gecombineerd probleem hebben, en in regel hebben ze dat, dat ze graag eerst de incontinentie zien opgelost hebben. En als dat een klein beetje onder controle is, of onder controle is, dat ze dan graag een consult willen bij mijn collega Boelaert over de seksualiteit. Ja. Speelt de seksualiteit in jouw praktijk nog een rol, Debbie? Zeker. Binnen de oncologie in de brede zin speelt het een rol. De diverse behandelingen die we als oncoloog geven kunnen een invloed hebben op seksualiteit, maar ook op vruchtbaarheid bijvoorbeeld. Dus het speelt zeker een rol. Ja. Er kwam trouwens nog een vraag voor jou binnen, of een belangrijke vraag. En dat is een meneer die vraagt van, ja, ik heb uitgezaaide kanker en ik heb gevraagd aan mijn uroloog, moet ik me laten testen? Maar die weigert dat, want het komt niet voor in mijn familie. Wat vind je daarvan? Wat ik uitlegde is dat afwijkingen dus ook ontstaan kunnen zijn in de kanker zelf. En dat komt zelfs net wat vaker voor dan wanneer het erfelijk is. Dus als het niet in de familie voorkomt, dan is dat geen garantie dat er toch een afwijking in het DNA van de kanker aanwezig kan zijn. En dat laatste wat ik zei komt bij ongeveer 1 op de 5 tot 1 op de 4 mannen met prostaatkanker in uitgezaaide vorm voor.
Dus ja, mijn advies zou zijn, ik weet natuurlijk niet in welke situatie meneer precies zit en in welk stadium van de behandelingen, maar om dat toch nog eens een keer goed te bespreken. Ja, is het zo dat in Nederland elke oncoloog op dit moment die een prostaatkankerpatiënt behandelt, denkt aan het genetisch testen en analyseren van de tumor om te kijken of hij naar een goed geselecteerde therapie met PARP-remmers toe moet komen? Of is het alleen maar in academische centra? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ondertussen de meeste oncologen wel goed op de hoogte zijn van de huidige informatie en hoe we het het beste kunnen aanpakken. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar wat dat betreft ben ik wel positief gestemd dat het voor toch de meeste zou moeten gelden dat men wel op de hoogte is. Ja, ja, goed. Nou, we hebben een heleboel aspecten met elkaar besproken. Hartelijk dank ook voor de vragen die bij u binnen zijn gekomen. We zijn ruim het uur gepasseerd. En dat kunnen en willen we niet langer maken. Ik kijk nog eventjes op de chat, maar we houden hem voor gesloten. Stuurt u toch nog uw vragen op, dan zullen zij door de respectievelijke experts behandeld worden natuurlijk. Even kijken, ik heb nog drie andere dingetjes om te zeggen voordat we gaan sluiten. De videoopname van deze bijeenkomst wordt u, omdat u zich in heeft geschreven, naar u toegestuurd. Wanneer die klaar is na deze uitzending. We moeten natuurlijk onze ondersteuners van deze uitzending hartelijk bedanken. Dat zijn twee firma's die u op de aftiteling zult zien. Want daardoor kunnen deze technische evenementen tot stand komen. En het laatste wat ik u mee kan delen, en neem dat mee in uw overwegingen en in uw agenda, of vertel het aan anderen. Op 8 november komen wij met het vierde expertpanel vanuit het Erasmus MC. En dan gaat het over teelbalkanker en fertiliteit. Debbie roerde het al eventjes aan. Bij oncologiepatiënten, zowel jonge als oudere patiënten. Wees erbij als u dat wil en schrijf u in. Voor vandaag dus hartelijk dank en graag tot een volgende keer.